Meneer Bogenstein, van harte goedenavond. U bent van alle politici het meest op de televisie en de radio, maar op de televisie. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ik heb er helemaal niets voor gedaan. Ze vragen u gewoon. Ja, in het algemeen wel, net zoals vanavond. Toch, u bent veel op televisie. Is er op dit moment geen tweestrijd 1-2, VVD, Partij van de Arbeid, maar 2-3, VVD, CDA. Dus ondanks al die minuten, toch niet zo goed gedaan? Nou, wij staan nog steeds op winst. Inderdaad minder dan een tijd geleden het geval was. En de verschillen tussen de drie grote partijen zijn inderdaad beperkt. Dus het wordt spannend tussen nu en 8 mei en 6 mei. We zullen zien wat er gebeurt. Er zijn 5 nachtjes slapen. U verwacht in die 5 nachtjes en dagen nog wat? Nou ja, we krijgen natuurlijk het grote weekend dat voor de deur staat. En dan wordt besloten over wie de Europese Centrale Bank zal voorzitten. In Duisenberg of iemand anders. We hebben natuurlijk ook 4 mei en dan 5 mei en dan 6 mei. Ja, die kennis is mij. Ja, die kennis heb ik ook al, ja. Ik zie u veel op televisie. Ik zie u heel weinig haring eten, tulpen uitdelen en fietstochten maken. Laat staan, handen schudden in winkelcentra. Hoe komt dat? Nou, ik ben bezig met al die televisieprogramma's waar u het er net over had. En dan is er minder tijd voor tulpen en haringen en fietsen. Ja. Alhoewel ik veel van fietsen houd. Ja. Maar niet van tulpen en haringen. U houdt gewoon niet... Nee, ja. Nee, dat mag u absoluut niet denken. Ik ben dol op haringen en mijn huis staat vol met tulpen. Dus wat dat betreft... Maar wat ik wilde zeggen, u houdt niet van campagne voeren met tulpen, haringen, fietsen en dat soort dingen. Dat houdt u gewoon niet van. Dat past niet bij u. Dat is absoluut niet waar. Waarom doet u het niet? Omdat andere wijzen van campagne voeren meer uithalen. Bijvoorbeeld het zitten voor een radiomicrofoon en vragen van luisteraars die telefonisch contact opnemen met die zender om die vragen te beantwoorden. Ja. Dat is vanuit het oogpunt van campagne voeren veel verstandiger. Dan bereik je veel meer mensen. Tros en EO bieden u vanavond 1 uur. Doet uw best, nu bij Ivo. Okay. Dank u wel. De grote vier. Heeft u 2 busjes achter u aan laten rijden of zo? Niet dat ik weet. Maar het applaus is groter dan elke andere avond. Is dat werkelijk zo? Maar u animeerde dat zelf ook een beetje, door het handgebaar waarschijnlijk. Ja, ik werf altijd graag naar het publiek. U kunt goed met het publiek omgaan. Ik denk van wel. U weet ze te prikkelen. Dat op zijn minst. Ja, mooi. Het programma heet, zoals u weet, De Grote Vier. Niet alleen omdat het om de lijsttrekkers gaat, maar vooral ook omdat er elke avond 4 prominente persoonlijkheden aan deze tafel zitten. Vanavond een wonderbaarlijk gezelschap. Professor Koonstam, Hedy Lester en ANWB-opperbaas meneer Nouwen. En natuurlijk de man die al voor veel applaus heeft gezorgd, Frits Bolkestein zelf. Meneer Koonstam, welk beeld schiet u te binnen bij het horen van de naam Kok? Heeft zijn postuur en zijn stem mee. Zo. Ik heb lang moeten wennen aan de naam Kok. Want ik dacht, een kok als premier, dat zag ik niet zitten. Maar ik vind hem nu de beste premier sinds Drees. Ja. Kok, Hedy. Wat schiet jou te binnen, Hedy Lester, bij het horen van de naam Kok? Een beetje een vaderlijke figuur waar je lekker gezellig mee koffie kan drinken. Ja. Meneer Nouwen, Kok? Nou, een betrouwbare, lieve, rustgevende vader van een moeilijk politiek gezin. Mooi. Ja. Meneer Bolkestein, Kok. Welk beeld schiet u spontaan te binnen? Is spontaniteit mogelijk bij dit onderwerp? Zo langzamerhand wordt het een beetje moeilijker om spontaan te blijven. Maar ik zou zeggen, iemand die een goed premier is, die zich goed boven de 3 partijen van de coalitie weet te verheffen. En wat betreft de Partij van de Arbeid is dat maar goed ook. U keek mij aan alsof ik een zwevende kiezer ben zo strak. En dat klopt. Goed. Welk beeld, professor Koonstam, schiet u te binnen bij het horen van de naam Borst? Die aarzelingen zeggen zoveel, hè? Dat is heerlijk. Weet haar scherpe kantjes altijd goed te verbergen. Ja. Hedy Lester, Borst. Ja, dat vind ik echt een omaatje, hoor. Echt een omaatje. Maar een lieve oma. Ja, een lieve oma. En een goeie? Ja. Nou, weet ik niet. Nee, meneer Nouwen, Borst. Steeds liever naarmate ze minder over de politiek praat. Meneer Bolkestein, Borst. Laat uw warme hart spreken. 2 zielen in mijn borst. De ene ziel is die van de volksgezondheid.
En de andere ziel is die van de wijze moeder die het probeert duidelijk te maken aan de kinderen, maar daar niet helemaal in slaagt. Nee. Kunt u wel altijd de kinderen duidelijk maken wat u wil? Ik geloof het wel, ja. Ja? Ik heb er nooit problemen mee gehad. Hebben we het zo nog over. Ja. Professor Koonstam, wat schiet u te binnen bij het horen van de naam De Hoop Scheffer? Verongelijkt. Vaak verongelijkt de indruk. En dat komt waarschijnlijk omdat hij tegen een beleid in moet waarvan hij in zijn hart weet dat het goed is. Maar als je dan iedere keer moet doen alsof het fout is, dan komt dat krampachtig over. Wat een mooie analyse. Ja. Heddy. Ben ik weer aan de beurt. Heddy de Hoop Scheffer zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ik heb van de week zien fietsen. Nou, hij moet maar heel snel wegfietsen, ja. Heel hard doorfietsen. Heel positief dus. Ja, over de Hoop Scheffer, typisch CDA-stemmer. De Hoop Scheffer, meneer Nouwen? Sympathiek en het bewijst dat de hoop van boven moet komen. Maar de Scheffer ook? Hij weet hoe het daar zit. Mooi. De Hoop Scheffer, meneer Bolkestein. Ik pers het laatste restje spontaniteit uit u nu. Ja. Ik merk het. Een rechtse jongen met een links programma, dat gaat nooit goed. Mooi. Meneer Koonstam, welk beeld schiet u binnen bij het horen van de naam Bolkestein? Nou moet ik even spieken, want dan gebruik ik woorden niet van mijzelf, maar van een ander. Een man van brede visie en soepele geest, organisatorisch talent en vooruitziende blik. Een 6- dus eigenlijk. Mag ik zeggen van wie ik die woorden heb? Nee, ik wil weten wat u er zelf van vindt. U bent het dus mee eens. Ook. Ja. Ik vind het ook. Ik vind ze van toepassing. En van wie heeft u ze? Het zijn de woorden waarin mijn grootvader zijn grootvader heeft toegesproken, gekarakteriseerd, bij de erepromotie die Gerrit Bolkestein aan de Universiteit van Amsterdam kreeg in 1950. Mooi. Waarschijnlijk was Frits daarbij, ja, bij die erepromotie. En toen heeft mijn grootvader laudatio uitgesproken en daarin deze karakteristiek van Gerrit Bolkestein. Dat u elkaar kent, daar kom ik straks nog op. Heddy, wat schiet jou te binnen bij het horen van de naam Bolkestein? Hij zit hier trouwens, hoor. Ja, nee, ik heb hem. Is de enige die ik inderdaad een paar keer heb ontmoet. En zo af en toe zwaai ik naar hem. Zwaait hij dan terug, of niet? Ja, hij zwaait altijd terug. Ik vind hem een hele aardige man. Maar ik vind vaak dat hij vaak verkeerd begrepen wordt, volgens mij. En dat hij is heel recht voor zijn roodkoperen. En ik denk dat vaak mensen dat ze niet goed luisteren, dat hij daardoor vaak dat je op het verkeerde been werd. Je moet goed naar hem luisteren. Je moet ontzettend goed naar hem luisteren. Wil je weten wat hij bedoelt? Ja. Welk verrukkelijk beeld, meneer Nouwen, krijgt u bij het horen van de poëtische naam Bolkestein? Nou, dat woord verrukkelijk wou ik wat temperen. Ik wou wel zeggen een bedachtzaam wijs man die leest en schrijft, dan zich terugtrekt in zijn volkstuin en dan een van de weinige politici is die echt de knuppel in het hoenderhok gooit. Ja. En ik wou dat meer mensen dat op het Binnenhorst dorsten. Het begint een beetje te glimmen, hè? Want u komt er niet slecht van. Ja, ik word helemaal verlegen van. Ja. Het zijn zulke voorspoedige en gunstige beelden die hier van mij worden gegeven. Ja, maar we zullen een klein dekseltje op die verlegenheid zetten dadelijk. Ja, maak u zich geen zorgen. Doe dat maar. Wat schiet u te binnen bij het horen van de naam Bolkestein? Dan denk ik aan mijn grootvader. Dan denk ik aan mijn grootvader Gerrit. Die wiens vader, dus mijn overgrootvader, melkslijter was op het Frederiksplein in Amsterdam. En die een buitengewoon armoedige jeugd heeft gekend. En die door hard werken en zelfdiscipline zich opgewerkt tot hij tenslotte in de oorlog minister van Onderwijs is geworden en daarna dat eredoctoraat heeft gekregen dat hem werd toegekend door de grootvader van Dolf Koonstam hier, waarbij blijkbaar deze woorden werden uitgesproken aan het adres van mijn grootvader en die worden nu, heeft de heer Koonstam gezegd op mij, dankjewel, fantastisch, wie had dat gedacht? U heeft zich niet op hoeven werken van melkslijter tot dit niveau, hè? Nee, ik niet, nee. Ik heb het dan ook veel makkelijker gehad. Precies, want u heeft ook wel het een en ander gestudeerd. U zei van tevoren nog, je gaat het toch niet allemaal opnoemen, ga ik ook niet doen, want dan is de uitzending om. Maar u heeft zo ongelooflijk veel gestudeerd op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, waar alle intelligente mensen volgens mij vandaan komen, inclusief uw vrouw en mevrouw Borst en uzelf. Daar deed u alfa en beta tegelijkertijd, hè?
Ja, inderdaad. Dat is waar. Ja. Ik kan het niet ontkennen. Nee, en u heeft nog een paar dingen gestudeerd. Wiss- en natuurkunde, wijsbegeerte, rechten, ja. Economie. Bijvak Grieks heeft u gedaan. U spreekt vloeiend Swahili en Bahasa. Sprak. Jawel, maar u kon het wel. Ik dus kon het toen wel. Eén TDA-cursus er tegenaan en u kunt het weer. Dat is inmiddels 30 jaar en 20 jaar geleden. En als je een taal niet onderhoudt, dan... Nee, maar u bent wel iemand die dingen goed onthoudt, volgens mij. Ik zou niet graag op dit ogenblik met u, maar u trouwens ook niet... Nee. Een conversatie in het Swahili willen. Het mooiste ik is al, dat... Ik kan al wel wat zeggen, ja, maar... Het mooiste is dat u daar niets van weet of u dat met mij niet wil doen. Maar goed, is het niet een beetje veel kennis in de politiek? Met andere woorden, is de politiek dan de aangewezen plek... om al die talenten te gelden te maken? Nou, het was heel lang geleden dat ik dat allemaal studeerde. En de politiek is natuurlijk een apart vak. Maar ik zou zeggen, er is niks tegen kennis... En ik zou iedereen willen aanmoedigen om te leren en te studeren. Want je pikt er allicht wat van op. Ja, nou, u heeft wel iets opgepikt, dat kan je wel zeggen, met al die studies. Ik heb wel eens het gevoel, en dat gaat u nu keihard tegenspreken... dat u een Rolls Royce bent daar, die niet eens in zijn één rijdt... maar regelmatig in zijn achteruit staat. Nou, dat zou je niet uit de peilingen afleiden. Of misschien juist wel. Nee, want toen ik fractievoorzitter werd in 1990... was mijn partij gedemoraliseerd en verdeeld. We hebben toen in 1994 9 zetels gewonnen. 22 zetels naar 31 zetels. En de partij is absoluut niet verdeeld en evenmin nog minder gedemoraliseerd. En we staan nu in de peilingen op winst. We hebben wat hoger in de peilingen gestaan, maar staan nog steeds op winst. Dus dat wijst toch de goede richting op. Maar u heeft dus het idee dat u wel degelijk in de hoogste versnelling moet rijden... om alles te kunnen doen wat u wil doen? Op dit ogenblik zeker. Maar normaal gesproken gezegd, ook, als het geen verkiezingstijd is? Nou, de functie die ik vervul, fractievoorzitter... is een behoorlijk moeilijke. En het vereist een voortdurende aandacht en een voortdurende zelfdiscipline. Omdat je moet concentreren op dat politieke resultaat. Mooi. Meneer Nauw, u staat aan het hoofd van de grootste club van Nederland. Hoeveel leden heeft die club? 3,4 miljoen. Dat is veel. Ja. Bent u lid van de ANWB? Zeker. Ja? Ja, zeker. Ja. Anders kwam ik hier niet. Nee, want u bent normaal gesproken niet zo klubberig, hè? Nee, ik heb nooit tot bijvoorbeeld padvinderij of iets van die aard behoord. Ik hou daar niet zo erg van. En als u tennis, bent u niet lid van een club, maar u huurt een baantje? Nee. Dat was een vraag. Nou, neem me niet kwalijk. Ik dacht meer aan een ander soort club. Ik ben inderdaad lid van een tennisclub en wel in Amsterdam en wel in het Vondelpark. En daar speel ik als het goed weer is. En als het niet goed weer is, dan heb ik een overdekte baan. Ja. En u bent bestuurslid van de Bach-solisten? Inderdaad, ik ben voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse Bach-solisten. En actief in toneelgroep De Trust? En ik ben actief geweest, daar ben ik nu uit, omdat ik vind dat je slechts één bestuurslidmaatschap op één ogenblik moet hebben. Daar ben ik nu uit. Of vond u dat in het laatste toneelstuk te veel blote mannen op het toneel kwamen? Ja, dan heeft u geen weer kritiek gelezen. Ja. U houdt niet van blote mannen, zeker niet op toneel. Ik ben dol op blote mensen. Vooral als ze mooi zijn. Mooi. Het zijn niet de John Lantings, hè, zeg maar, in ons culturele leven. Stukken die daar gespeeld worden. Nee. En de Bach-solisten is ook niet, zeg maar... barokmuziek. Treintje Oosterhuis. Nee, op zijn minst. Mag ik zeggen dat u een grotere affiniteit heeft met de wat elitairdere cultuur? Ik maak bezwaar tegen het woord elitair. Het hangt niet af van geld. Het is, zo het al een elite is, is het een elite van de inspanning. Iedereen kan, het is voor iedereen open... Het is voor iedereen voor dezelfde prijs. Het heeft niets te maken met wat men dan normaal als elitair beschouwt. Het is een elite van de inspanning. Jawel, ik zei ook A, mag ik het zeggen? En B... Ja, natuurlijk mag u het zeggen. Het is niet het niveau John Lanting, Treintje Oosterhuis. U zit daar iets boven. Dat is waar. Ja, het is anders. In het spraakgebruik noemen we dat elitair cultuur. Als u dat wilt, dan zal ik dat aanvaarden. Alleen vind ik dat het de verkeerde associatie wekt. Meneer Koonstam, u zat in hetzelfde dispuut, hè, als meneer Bolkestein vroeger. Ja. Wat was het voor jongen? Toen al erg belezen, altijd met boeken bezig, heel extravert ook, ging naar allerlei conferenties toe, ook in het buitenland al. En ja, hoogste bewondering, wij wilden graag door hem geprezen worden. U wilde graag door hem geprezen worden? Ja. En prees hij u wel eens? Ik herinner me zelfs heel duidelijk een keer toen ik een boek moest verdedigen... of in een vrij klein gezelschap een dispuut. En dat hij na afloop zei, dat heb je goed gedaan, Dolf. En dat herinner ik me nu nog, dus dat heeft indruk gemaakt. En u ging meteen voor 4 dagen nacht het café in, waarschijnlijk. Door wie wilt u geprezen worden? Door het electoraat. Want ik wil...
Want, ik wil winnen. Ja, dat begrijp ik. En als de verkiezingen afgelopen zijn, door wie wilt u dan geprezen worden? Nou, dan hoeft het een tijdje niet meer. Nee? Meneer Nauw heeft wel eens gezegd, ik heb geen macht, maar wel invloed. Wat is het verschil? Nou, het verschil is dat een ANWB, ondanks zijn vele leden, het natuurlijk niet zoekt in acties van wegen afzetten of het binnenhof bestormen. Maar door constructieve bijdrage, ideeën, vooral op het gebied van de mobiliteit, invloed, denkwijze en ideeën wil kwijtraken. En dat is het grote verschil met soms andere belangenwaardigers, die wanneer ze hun zin niet krijgen, dat op een wat lijfelijkere manier tot stand trachten te brengen. Ja. Heeft u macht of invloed? Ik heb invloed. En de afgelopen 4 jaar hebben we dat ook getoond. Macht is een moeilijk begrip in Nederland. Omdat er eigenlijk geen één machtscentrum is. We moeten niet doen alsof alsof het kabinet de baas is over Nederland. Dat is niet zo. Er zijn allerlei andere mensen, groeperingen, organisaties, ANWB, universiteiten. Waar het kabinet rekening mee heeft te houden. Dus het is niet helemaal juist om te zeggen, bijvoorbeeld de minister-president, die heeft de macht in Nederland. Zo werkt dat niet. Nee. Maar invloed, zeker. Meneer Koonstam, welk beeld schiet u te binnen bij het horen van de VVD? Wat voor beeld komt er dan bij u? Nou, in de eerste plaats dat het een partij is die heel competente en ook sterke persoonlijkheden voor een ministerschap weet te interesseren. En het zijn mensen die neem mensen als Van Aertsen, Jortsma, Zalm, die zou in het bedrijfsleven het een veelvoud kunnen verdienen van het ministersalaris. Nog afgezien van de opties, optieregelingen. En dat je zulke mensen toch dan voor een publieke zaak weet te strikken, dat vind ik van belang. Maar na het ministerschap ligt die weg nog open naar de opties? Dat is voor sommigen zeker het geval, ja. Hedy, wat schiet jou te binnen bij het horen van de naam VVD? Welk beeld krijg je dan? Ja, ik kom uit een VVD-nest. Oh, dat maakt het wel makkelijk. Dus, ja, vrijheid, democratie. Hè. Mijn vader was een verwoed VVD. En dat neem je dan als dochter automatisch over? Neem je toch, de meeste dochters nemen, dan gaan meteen de andere kant op. Hè. Maar ik niet, hoor. Nee. Jij bent trouw aan pa en daardoor trouw aan de VVD. Ik ben geen... maar ik ben niet zo politiek bewust. Ik zit hier ook een beetje ongemakkelijk. dat willen we juist zo graag. Ja, dat is het. Ja, en ik had ook iets van, wat doe ik hier nou? Maar ja, is toch het is gezellig, hè? Ja, het is gezellig. Dus ga maar verder naar de andere kant. Meneer Nauwe, wat schiet u te binnen bij het horen van de VVD? Ik ga het je zo heel makkelijk maken. Nou, bij de VVD schiet mij te binnen eigen verantwoordelijkheid dragen en niet te lang zitten te wachten op een centrale overheid, maar het zelf doen. Als u een definitie gevraagd wordt van de VVD en u mag uit deze 3 kiezen, welke wordt het dan? Nou, Paul Nouwen heeft gewezen op het gedachtegoed van de VVD, vrijheid in verantwoordelijkheid. En Koonstam heeft gewezen op het feit dat wij toch uitstekende mensen hebben weten te motiveren om zich op het slappe koord van de politiek te begeven. Ja, en dat is belangrijk. Als je goede mensen hebt in het kabinet, dan kun je als Kamerlid praten tot je blauw ziet, maar dan loopt het als zand tussen je vingers weg. Ja. Wordt het moeilijker om goede mensen voor de politiek te interesseren? Ja, want de druk wordt steeds groter. En die komt ook vanuit de media. Ik zelf vind dat een persoon die wordt gevraagd om deel te nemen aan het bestuur van het land, hele krachtige persoonlijke argumenten moet hebben om dat te weigeren. Ook al gaat hij er in salarissen op achteruit. Ja, want u bent helaas, er ook behoorlijk in salaris op achteruit gegaan toen de Van Michel de politiek inging. Toen is dat gehalveerd. Ja. Maar u had die krachtige argumenten. Ja, want ik had dermate de pest aan het kabinet ten uil dat ik dacht. Maar zo'n negatieve motivering is voldoende krachtig argument, vindt u? Toen, ja, ik kon dat werkelijk niet aanzien. Maar, en ik dacht, ik moet hier iets aan doen, ook al ben ik maar één persoon. Ik kan dit niet laten, wie de schoen past, trekken hem aan, enzovoort. U trok hem aan. Maar tegenwoordig heb je toch wel mensen die zeggen, ja, dat kan ik me niet veroorloven, zus en zo. En nogmaals, het is een grote eer om deel te nemen aan het bestuur van het land. En als je dan zegt, om financiële redenen, ik doe dat niet of ik wil dat niet, dan vind ik dat mager. Ja.
Is het nog wel eens gezellig in uw leven? Want u bent volgens mij altijd maar bezig. Ja, hoor, nou, ja ik heb veel te doen, dat is waar. Maar ik zie met veel genoegen mijn oude vrienden, onder andere Dolf Koonstam en zijn echtgenoten. En u heeft sinds kort 4 kleinkinderen? En ik heb 4 kleinkinderen. Is daar tijd voor? Ja, er is te weinig tijd voor. 3 meisjes en de grote Daan. En ja, daar kom ik te weinig aan toe. En dat spijt me, maar het is nu op dit ogenblik natuurlijk wel extra druk. Bent u wel een leuke opa? Nou, dat moet je aan hen vragen. Ja, dat is altijd het standaard antwoord. Maar u heeft er absoluut als intelligent mens zelf ook wel een beeld van. Dus, die meisjes die lopen allemaal hard naar me toe als ze me zien. En de grote Daan die kan dat nog niet, maar die zal dat binnenkort gaan doen. En ze begrijpen u als u wat gaat uitleggen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb ook... zo nu dan schrijf ik een boek. En dat draag ik dan op aan altijd een vrouw. Te beginnen met mijn moeder, die overleden is. En mijn echtgenoot enzovoort. En ik heb nu 2 boeken opgedragen aan 2 van mijn kleinkinderen. Nou, die boeken interesseert ze geen biet. Maar wel om te staan op dat schutblad te zien voor Neurtje, voor Quirine. Dat vinden ze heel leuk. Maar als ze wat ouder worden, interesseert ze waarschijnlijk wel. Wie weet. Ja. Ik vertel het daarom omdat er een prachtige anekdote over u is. Uit de tijd in Indonesië. Waar u trouwens, heb ik begrepen, een lagere school heeft opgericht voor kinderen. Dat is een zeker weinig bekend verhaal. Wat is dat? Is dat kort te vertellen? Nou, toen ik daar kwam in 1970, toen begon de Nederlandse gemeenschap in Indonesië groter te worden. Die kindertjes die zaten in een oud, nogal vervallen huis. Ik ben met de pet rondgegaan. Ik was voorzitter van het schoolbestuur. Ik ben met de pet rondgegaan in Nederland, bij de ondernemingen, bij de overheid, in Indonesië, bij die overheid. En het resultaat was een hectare grond en een heel leuk, U-vormig gebouw met 6 of 7 klassen en een mooi grasveld. Daar staat nu een school. Daar staat nu een school en dat is een van de leukste dingen die ik in mijn hele leven heb gedaan. Ja. Want in diezelfde tijd bent u ooit naar de hoofdonderwijzer gevraagd en heeft gezegd, luister eens, u bent pedagoog. Leg mij nou eens uit hoe het komt dat mijn kinderen gisteravond de gordijnen naar beneden gehaald hebben. Ik kan die anekdote absoluut niet thuisbrengen. Dus, nee, maar hij komt overal weer terug. Ja, omdat het 1 keer is genoemd. Maar hoe dan ook, de kinderen zaten wel eens in de gordijnen. Absoluut, ja. Maar of het nou waar is of niet, meneer Bolkestein, is te mooi om te laten liggen. Want het antwoord van de hoofdonderwijzer was toen, zitten uw kinderen wel eens op uw rug, waarop u gezegd schijnt te hebben, wat moeten ze op mijn rug? Ja. Nou, ik vind het zo'n mooi beeld. Ik kan dat absoluut niet thuisbrengen. Nee, na afloop ga ik u nog eens helpen herinneren. Goed. Aan deze. Is het waar of niet waar? Nou, ik zeg, ik kan het me niet herinneren. Ja, dus, het lijkt me niet waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Nee, want u bent ook altijd eerlijk over het feit dat u wel eens niet eerlijk bent. Ben ik ooit oneerlijk? U heeft een gevleugelde uitspraak van u die ik zeer respecteer. Dat u zegt, in de politiek ben ik wel eens niet helemaal eerlijk. Zo eerlijk wil ik wel zijn. Oh, nou ja, ik heb misschien wel eens iets weggelaten. De hele waarheid is niet altijd goed om te vertellen, althans in de politiek. Nee. Dus dat wil ik wel erkennen. Dus maar echt een vierkante leugen kan ik me toch niet herinneren. Nee. Dit heeft u dus even uit uw geheugen weggelaten. opeens verscheen meneer Bolkestein met zijn vrouw op televisie. Was dat voor u een verrassing? Ja, dat was een verrassing. Want dat had ik nog niet eerder gezien. En ik dacht dat in deze campagne nadrukkelijk op de achtergrond zou blijven. Want Frits heeft ook daar nooit een gebruik van gemaakt. Hè, van het feit dat hij met zo'n leuke vrouw getrouwd is. Dus dat was een verrassing. Wat vindt u daarvan? Wat is eigenlijk on-Nederlands? Hè? De meeste politici zeggen nee, ik scheid die 2 dingen. Nou, ik vind dat je daardoor toont dat je een mens bent met een gezin, met liefde. En we moeten niet te abstract doen als politici, vind ik. Het spreekt mij aan dat ik de achtergrond, het gezin van mensen zie. Dat heb ik ook bij Tony Blair gezien. Heeft u er lang over moeten nadenken? Want ik weet dat een van uw principes altijd was, dat doe ik niet. Ja, maar ik deed het ook niet. Mijn vrouw deed het. Maar u heeft meteen ja gezegd. Of is dat onderwerp van discussie geweest? Mijn vrouw heeft ja gezegd. Jawel, maar u wist dat u dan met uw vrouw op de televisie kwam? Natuurlijk. Ja, met het risico dat toch het de vrouw achter de politicus werd, terwijl u getrouwd bent met een fabelachtige actrice. Ja, maar het is haar beslissing. Het is de eerste keer dat ze dat deed. 4 jaar geleden hadden wij soortgelijke aanbiedingen. Had zij soortgelijke aanbiedingen ze afgeslagen. En het is bij die ene keer gebleven. Als jij een optreden doet en het gaat niet goed, wie bekritiseert jou dan? Mijn broer natuurlijk. Frank Affolter, dat is min of meer, jullie zijn een muzikale 2-eenheid. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kritisch is hij op je? Hoe kritisch? Ja, ik kan meteen, als we eraf zijn, meteen tekeer gaan. Dit niet goed en dat. En dan heb ik iets van, krijgen we nu, zeg. Kijk naar jezelf. Maar het is dan binnen 5 minuten weer over, hoor. Is er iemand die u nog wel eens op uw donder geeft? Oh, geregeld. Ja? Ja. Voor wat bijvoorbeeld en wie? Nou, ik laat mijn vrouw nu even buiten beschouwing, zult u begrijpen.
Want die kijken ook natuurlijk naar die beelden en heeft daar commentaar op. Ik heb natuurlijk de mensen om mij heen, zeker in campagnetijd, en wij zijn vrij nauwkeurig in het nalopen van alles wat er wordt gezegd en vertoond op de televisie en zo besproken. En dan is de kritiek vaak niet mals. Op wat? Op fouten die ik gemaakt heb. Wat voor fouten? Dat ik me verspreek, dat het loopje niet goed is, hè, wat we daarnet hebben gedaan. Nu noemt u wel hele zwaarwichtige dingen ook meteen. Ja, maar die zijn ook belangrijk. Of dat ik een bepaald onderwerp, een bepaald argument afdoende, niet afdoende weerleg. Dat soort zaken meer. Dus er wordt heel scherp naar gekeken. Ja. Als u in de regering zit morgen, wat zouden we als eerste moeten aanpakken? Wat zouden we moeten veranderen? Ik vind dat laag opgeleide jongeren, dat het voor hen aantrekkelijker en noodzakelijker gemaakt moet worden om te werken, om te gaan werken. En dat door op twee manieren. Enerzijds door de lagere loonschalen op te krikken. Daar moeten de werkgevers toe in staat gesteld worden. En het anderzijds door strenger te worden op uitkeringen aan jonge mensen. Hedy. Heb je in dit land waarvan iedereen bijna zegt het is ongeveer af, heb je nog iets waarvan je zegt als ik morgen in de regering zit, ga ik dat aanpakken? De wielklem in Amsterdam. Nou, nee, ja, dat wil ik wel graag weg. Maar zo'n verhaal met Gummes, dat heb ik nooit begrepen. Dat mag, vind ik dus, dat nooit meer mag voorkomen. Dat zo'n heel gezin maar huppakee dat land uitgezet wordt. En er zal met heel veel problemen zijn. En ik begrijp aan de ene kant dat het gebeurt. Maar ik vind dat dus niet meer mag, hoor. Dat mag niet meer. Dat is het eerste wat jij zou aanpakken. Dat zijn dat gedoe met al die... Nederland is juist zo leuk met al die buitenlandse mensen. Maar ja, dit ligt heel gevoelig hier. Nee, nou, wat moet er als eerste aangepakt worden? Dankjewel. Ja, dat is degene applaus. Met wie je achter op de fiets hier naartoe gekomen bent waarschijnlijk. Een heel klein klapje. Ik noem het toch 3 steekwoorden. Alles doen aan grotere verdraagzaamheid tussen mensen in dit kleine land. Ik zou alles doen om mensen boven de 55 jaar niet naar huis te sturen, maar werk te laten doen. En ten derde zou ik Nederland mobiel willen houden binnen verantwoord milieu. En dat laatste... Voor wat u dan noemt, hebben we wel even een regeringsperiodetje nodig, vrees ik. Nou, en veel geld. Wat zou u kiezen van deze 3? Als u zegt, een van deze 3 wordt mijn partner in de eerste ideeën dat die ik ga verwezenlijken. Dan denk ik aan die mobiliteit. Nou, ik aarzel, want die jeugd die geen werk heeft, is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Nu krijgt u een kansje voor open doel, want ze hebben nou de hele tijd mogen zeggen wat ze van u vinden. Wat vindt u van meneer Koonstam? Wat voor beeld krijgt u bij het horen van de naam Koonstam? Ja, wat wilt u nou dat ik daarover zeg? Wat u wil zeggen? Koonstam is een buitengewoon vooraanstaande hoogleraar aan de psychologie. Hij heeft veel gedaan op het stuk van de voorschoolse ondersteuning van jonge mensen. Ik vind dat heel belangrijk onderzoek. Wij kennen elkaar al zo'n jaar of 50, dus wat kan ik daar verder aan toevoegen? Is het een trouwe vriend? Ja. Nee, zeker. Nee, dat vroeg ik aan hem. Is Bolkestein een trouwe vriend? Ja, Bolkestein is een trouwe vriend, ja. Ja? Ja. Is hij heel erg veranderd sinds de Bloemgracht waar jullie samen in een studentenhuis zaten? Ja. Nee. Nee. Dat is wonderlijk. Ik zou denken dat u zou gaan zeggen, nou, die verandering is zo gigantisch. Ja, maar je verandert zelf ook. En als je elkaar door de jaren blijft zien, dan merk je die verandering eigenlijk niet op. Maar het is een trouwe vriend. Ja. Hedy Lester, welk beeld schiet u te binnen bij het horen van die naam? De warme, menselijke zangeres en toneelspeelster die de emoties bij de mensen weet op te roepen. Zo. Dat is niet mis. We moeten gauw gaan eten met elkaar. Ik ga goed koken binnenkort. En meneer Nouwen? Ja, hij heeft mij getroffen door mij een boek te geven van zijn broer. Zijn broer is een bekende priester in de Verenigde Staten. En dat boek dat gaat over de verloren zoon. En dat is iedereen kent natuurlijk dat verhaal uit de Bijbel. En over of het nou rechtvaardig is of onrechtvaardig is dat die jongen, die zoon die gezondigd heeft, dan boven de andere zoons wordt gesteld. Dus het is een verhaal met vele lagen erin. En dat boek heeft Paul mij gegeven. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Dus we hebben die band. Er is een band. Er is een band. Andries.
Het is zo aan jou. Heb jij nog een vraag aan een van onze drie niet-politieke persoonlijkheden die vanavond hier aanwezig waren? Zelfs veel, dus ik moet gaan kiezen, Ivo. Hedy wil ook nog graag een vraag. Zo nee, laat mij nou lekker met rust. Ik vond de definitie van Paul Nouwe over liberalisme, die vond ik wat mager. Het zelf doen, eigen verantwoordelijkheid nemen. Toen dacht ik, nou Paul, er zijn toch ontzettend veel mensen in onze samenleving die het niet zelf kunnen doen en die hun eigen verantwoordelijkheid helemaal niet kunnen nemen. Toen dacht ik, kom je niet wat kort door de bocht wanneer je het hebt nu over liberalisme en VVD? Je mag even nog deze definitie aanscherpen dan. Ja, ik geef toe wanneer de definitie van liberalisme zou leiden dat wij geen gevoel hebben voor solidariteit met de zwakkeren, met de jeugd, met wat ik net noemde de ouderen in werk, maar ook de gehandicapten, dan zou dat inderdaad een veel te korte vertaling zijn. Maar het uitgangspunt van een gezond mens die in staat wordt gesteld deel te nemen aan een samenleving, blijf ik vinden dat het vertrekpunt zijn verantwoordelijkheid zelf nemen binnen een sociale context. En dat laatste heb ik er niet bij gezegd. En ik ben blij dat ik die kans krijg. Is professor Dr. Knevel hiermee tevreden? Ik ben gerustgesteld. En de heer Nouw is geloof ik ook gerustgesteld. Ja. Mooi. Wij vonden het aangenaam om u hier te hebben. Nou, dat is leuk. Vond u het ook een beetje aangenaam? Ja, absoluut. Ja? Ja, ik vind het ook leuk om deze drie aardige mensen aan tafel te zien. Ja. En u trouwens ook, hoor. Nou, fijn. Nee, ik vroeg er niet naar. Ik beveel u nu aan in de handen van de heer Knevel. Goed. Wellicht wordt het iets meer elitair daar. We zullen zien. Maar ik denk dat we het allemaal kunnen volgen. Dank voor uw komst, meneer Bolkestein. Laten we even bij de actualiteit van deze week beginnen. Even heel kort nog hoor, want het is denk ik helemaal al doodgepraat. Waarom heeft u toch zo zitten zeuren over de hypotheekrente bij de Partij van de Arbeid? Omdat die partij het niet kan laten daaraan te morrelen. Maar toen Wim Kok zei, het zit goed bij mij, toen dacht ik, nou, nu kunt u wel ophouden, toch? We hebben niet te maken zozeer met de heer Wim Kok als wel met de Partij van de Arbeid. De nieuwe fractie van de Partij van de Arbeid wordt verkozen op basis van het verkiezingsprogramma. In het verkiezingsprogramma van die partij staat dat er een einde komt aan de huidige aftrek van hypotheekrente. En ieder toekomstig lid van de Partij van de Arbeid-fractie kan ook verwijzen naar dat verkiezingsprogramma en dat weer aan de orde stellen. Als dat geregeld wordt in het regeerakkoord, dan moet ieder lid van die fractie daarmee instemmen en dan is de zaak af. Voor 4 jaar. Voor vier jaar. Ligt de hypotheekrente bij de VVD? Mensen nemen meestal een hypotheek voor 30 jaar, hè? Ligt die hypotheekrenteaftrek bij de VVD voor 30 jaar vast? Ja. Dus ja, tussen nu en beleven en welzijn 2028? Wij zien daar geen verandering in komen. En ook het belastingplan voor de 21ste eeuw laat die hypotheekrenteaftrek met rust. Ja. En ik begrijp niet hoe je kunt toestaan dat mensen een lening sluiten voor 30 jaar en dan tijdens de looptijd van die lening de spelregels verandert. Kortom, de VVD zegt. VVD zegt minimaal tot 2028 wordt er niet gemorreld wat de VVD betreft aan die rente. Wat mij betreft is dat het geval, maar natuurlijk komt dat in opeenvolgende verkiezingsprogramma's te staan. Ja, dat begrijp ik. 25%, het is nu vrijdagavond, 25% van de kiezers zweeft nog. Dat zijn zo'n 35 zetels. Stel, ik ben een zwevende kiezer en u krijgt van mij 1 minuut om duidelijk te maken dat ik over 5 nachtjes op de VVD zou moeten stemmen. Probeert u het dus in 1 minuut. De VVD heeft het meest sociale programma. Want dat zorgt voor de meeste banen, zeker op de lange termijn en zeker in de particuliere sector. En het zorgt ook voor de scherpste daling van een aantal uitkeringsgerechtigden. En daarnaast zorgen wij ervoor dat het tekort van de overheid het snelste naar nul daalt. Zodat er geld overblijft voor het AOW-fonds. En dat hebben wij nodig om de AOW-welvaartsvast te houden. Dat is als binnen de minuut, dus ik kan nog 1 vraag daarover stellen.
Het valt mij op dat u het woord zorg niet noemt, terwijl ik zag dat 85% van de Nederlanders, geloof ik, dat zo'n beetje nu als het hoogste goed ziet in de verkiezingen. Dat begrijp ik. U noemt dat niet. Ja, omdat de tijd beperkt is, zoals u weet. Ja. Of omdat het niet in uw genen zit. Nee. We hebben veel geld opzij gezet voor de zorg, voor de veiligheid, voor de infrastructuur en voor het onderwijs. Ja. En dus, dat zijn miljarden bedragen die daar naartoe gaan. En wij willen dat natuurlijk wel boven water houden. Ja. U wilt spreken in niet verhullende termen, hè? Zullen we dat vanavond gaan doen hier, wij met z'n tweeën? Dat vind ik uitstekend. En niet om de hete brei heen dansen ook? Nee, kom maar op. Oh, ja, goed. Ik vind, meneer Bolkestein, dat de VVD een enorme fout heeft gemaakt vanuit het perspectief van de VVD gezien om de veiligheid, wat bij de burgers nummer 1 staat in hun beleving, om de veiligheid door af te laten pakken door het CDA. Het CDA is nu de Partij van de Veiligheid geworden. Zero tolerance. Alle coffeeshops dicht. Drugsrunners vanaf 10 jaar, die moeten hard aangepakt worden. 7000 agenten erbij, meer dan de VVD wil. Hoe kan het zijn dat een VVD-onderwerp nu een CDA-onderwerp is geworden? Hoe groot is die fout? Nou, men zegt wel eens dat imitatie de eerlijkste vorm van vleierij is. Maar het CDA loopt er nu mee weg en niet met de VVD. Dat denk ik niet, want je kunt de mensen in het land geen oor aannaaien en zeker dit oor niet. Maar het is bij u eraf gehaald. Nee, u heeft dat oor niet meer. Nee, absoluut niet. Kijk, een paar punten over op dit terrein. Zero tolerance. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. Ja, maar het is duidelijk dat voor de Amsterdamse politie, ik woon in Amsterdam, dat het rijden zonder achterlichtje natuurlijk niet dezelfde orde heeft als een winkel beroven of een persoon in elkaar slaan. Dus je moet dat begrip zero tolerance natuurlijk wel opvatten binnen de prioriteiten van de politie. U wilt de coffeeshops niet sluiten? Er zijn in Nederland tussen de 300.000 en de 700.000 marihuana-rokers. Ja. De schattingen lopen uiteen. Maar het zijn honderdduizenden mensen. Ja. Hoe moeten die mensen aan hun marihuana komen? Of vindt u dat ze het mogen doen, meneer Bolkestein? U vindt dat ze mogen roken? Wij gedogen het. U vindt omdat het goed? Nee, ik vind het niet goed. Ik ben tegen drugs. Ook softdrugs. Ook softdrugs? Mevrouw Borst die zegt, ik vind softdrugs roken prima. Dan kan ik me voorstellen dat je dat zegt... Dat zeg ik niet. Dat zegt u niet. Dat zeg ik niet. En toch ook. Ik rook ook zelf geen, niet eens, tobak. Dus ik zie daar niks in. Maar een massaal gebruik, zoals cannabis of marihuana, of hoe je het noemen wilt, dat kun je niet de grond instampen. Ik heb ook niet de houding van het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma. Maar ik heb nu even op het CDA. Het CDA zegt, we moeten een ideaal hebben. Dat is een illusie. We moeten een ideaal hebben. Heeft u geen ideaal op dit... Ik heb zeker idealen. Op dit terrein ook. Ik heb zeker idealen. Maar wij kunnen een massaal gebruik niet de grond instampen. En dan kan de heer de Hoop Scheffer wel mooi weerspelen. En zeggen, ik verwijder alle koffie, ik sluit alle coffeeshops. Dat kan toch niet. Want hoe komen die mensen dan aan hun marihuana? En dat gaat dan via allerlei ondergrondse banen. En dan heb je het niet bereikt. Je drukt het alleen ondergronds en dan heb je er ook geen enkele controle op. Dus dit is echt een dom voorstel. Net zoals dat de strafbaarstelling van jongens vanaf 10 jaar. Ik weet natuurlijk ook. Ik weet natuurlijk ook dat er kinderen van 10 zijn die zich bezighouden met delicten. Ja. Maar om de strafbaarstelling zo te verlagen, dat vind ik dom, onverstandig. VVD, heeft u gezegd, is de partij van, ik schrijf het, heb het opgeschreven, met mooie alliteratie, durf, daadkracht en duidelijkheid. Ja. Ik vind u op dit punt helemaal niet zo durverig, niet zo daadkrachtig en ook niet zo duidelijk. Nou, ik geloof dat het duidelijk genoeg is wat ik zeg. Ja. Wat ik zeg is dat ik ben het niet eens met de Partij van Arbeid. Nee. Want die willen het legaliseren. En die willen dat Nederland in Europees verband een geïsoleerde positie inneemt. Maar de Partij van Arbeid is geen partij voor u. En het CDA is een partij voor u. En het CDA die speelt met een illusie. Het is illusoir te denken dat je de coffeeshops kunt sluiten. En daarmee te denken dat je de situatie verbetert. Want dat is niet zo. Zijn er nog meer onderwerpen, meneer Bolkestein, waarvan u zegt, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed, maar ik laat het maar zo. Ik durf niet. Nou, dit is misschien... Het heeft niets te maken met durven, meneer Knevel. Daadkracht dan, meneer Bolkestein. Nee, je kunt een...
een ongewenste zaak, want ik vind het ongewenst. Ja, dat precies. Ik vind het ongewenst. Dat vind ik zo maar raar, een ongewenste ja. zaak die tussen de 300.000 en 700.000 ja. mensen in Nederland gebeurt, die daaraan meedoen, dan is het een illusie om te zeggen, houd op, sluit alle coffeeshops. En te denken dat je daarmee dat gebruik dan doet ophouden, dat lukt niet. Dus kun je wel zeggen dat het lukt, maar het gebeurt niet. Goed. Afrondend, ook het CDA weet, Delp Scheffer die zat hier begin deze week ook. Ook het CDA weet dat dat niet binnen 4 jaar en zelfs niet binnen 8 jaar lukt. Alleen het CDA zegt, we willen wel een ideaal vasthouden. Ja. En dat ideaal is sluiten, hoewel we weten dat dat de eerste 10 jaar niet lukt. Had u niet dat ideaal moeten omschrijven? Ook omdat u zelf tegen het gebruik van softdrugs bent. Ja, daar ben ik ook tegen. Ik ben zo al high. Nu al? Van dat water? Zit er wat in het water dan? Ja. Ander punt. Marcel van Dam schreef een aantal weken geleden, als wij over 50 jaar terugdenken aan het kabinet Kok 1, dan zal het niet het poldermodel zijn, dan zullen het niet andere zaken zijn, dan zal het niet de coffeeshop zijn die ons zullen beroeren. Over 50 jaar zal er één woord gesproken worden als we het hebben over het kabinet Kok 1. Dat woord is Srebrenica. U, meneer Bolkestein, heeft een aantal jaren geleden een doctrine gelanceerd, afgeleid van Carrington, de Bolkestein-doctrine. Ministers die niet direct verantwoordelijk zijn voor dingen die ze hadden moeten voorkomen, maar wel indirect, dat type minister moet in Kok 1 kunnen aftreden. Ja. In België hebben we gezien dat ze het wel doen. Ja. Waarom heeft de VVD er toegestaan dat de heer Voorhoeven 4 jaar minister mocht blijven? Omdat die gruweldaad in Srebrenica is gebeurd, terwijl in eerste plaats het Nederlandse contingent dat daar lag, dat niet kon verhinderen. En bovendien trad het Nederlandse contingent op als onderdeel van de Verenigde Naties. We hebben die mannen uitgeleend aan de Verenigde Naties. En de fouten die daar gemaakt zijn, en er zijn fouten gemaakt, die komen dus in de eerste plaats voor de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties. Je kunt niet blazen en meel in de mond houden. Je kunt niet een contingent uitlenen aan de Verenigde Naties en de controle daarover in eigen handen houden. Maar is dat dus een formeel punt? Is dat nee, maar het is heel materieel. Toen Carrington aftrad, was dat omdat Argentijnen oorlog gingen voeren met Engeland, waar die niks aan kon doen. Ja. Toen de ministers in België vorige week aftraden, was dat omdat een of andere luizige rijkswacht zijn pistool had afgestaan. Konden zij niks aan doen. Ze waren absoluut niet schuldig, maar ze voelden zich verantwoordelijk. Ja. Voorhoeven is absoluut niet schuldig. Zeker ook door die VN-stelling die u nu inneemt. Maar je hebt ook het punt van verantwoordelijkheid. Ja, die verantwoordelijkheid was dus afgestaan. En u zegt, hij had hem niet. Hij had hem niet. Was hij afgestaan, niet moreel verantwoordelijk? Ja, kijk, laat ik zeggen waar hij wel voor verantwoordelijk was. En de Tweede Kamer met hem en het kabinet Lubbers 3. Want toen is dat besluit genomen. Ja. Het Nederlandse kabinet en de Nederlandse Tweede Kamer waren en zijn verantwoordelijk voor het feit dat die troepenmacht is uitgeleend aan de Verenigde Naties. Daar zijn wij voor verantwoordelijk. Niet wat er onder het bevelhebberschap van de Verenigde Naties is gebeurd. Dus kon u Voorhoeven als Tweede Kamer niet afzetten, zegt u, formeel? Nee, want hij had die macht niet meer, hè, die verantwoordelijkheid ook niet. Hij heeft er zelf over gedacht, hè, om af te treden. Dat kan ik me indenken. Dat kan ik me indenken. En u zou het wijs hebben gevonden? Nee. Ik zal u wat zeggen. Ja, kort dan. Hij heeft mij gevraagd. Ja? Dat weet dus niemand. Nee. Hij heeft mij gevraagd of ik vond dat hij moest aftreden. En toen zei dus u? Dus hij heeft gespeeld met die gedachte. En toen zei u? Nee, want de verantwoordelijkheid ligt bij de Verenigde Naties. En daarna was u 2-3 jaar lang chantabel, gecommitteerd moet ik zeggen. Niet chantabel, is een verkeerd woord. Zorgdrager had ook moeten aftreden. Zorgdrager had moeten aftreden, maar kon blijven zitten omdat Voorhoeven niet was afgetreden. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, kijk. U wordt tegengesproken door anderen. Ja, maar heerlijk, nee, kijk, wij, mag ik zeggen dat wij. Er is één persoon die is afgetreden. Dat is Robin Linschoten. Ja, die is dapper geweest. Die had het vertrouwen van de Kamer niet meer. Die trok de consequenties. Ja. Toen zei de journalisten, uw collega zei tegen mij, nou, dat zal al heel wat veranderen in de verhouding tussen de VVD en de coalitiepartners. Ja. Ik heb gezegd, er verandert helemaal niets. En er is ook niets veranderd. Mm-hmm. Ik vond dat ontslag,
wat hij zelf heeft genomen, niet terecht. Ja, maar... Ik heb dat in de Kamer gezegd, maar ik heb er ook geen heisa over gemaakt. Ja. En uw collega's hebben mij gevraagd, waarom heeft u Linschoten niet sterker verdedigd? Ja. En ik heb geantwoord, het is niet mijn taak om ministers te verdedigen, dat moeten zij zelf doen. Ja. Het is de taak van de Kamer om de ministers te controleren. Precies, ja. Goed. Nog even een paar andere punten. Ik zie een enorme tijdbom in Paars 2. Als Paars 2 er komt, zie ik een enorme tijdbom liggen. Namelijk bij een economische groei volgend jaar van meer dan 2%. Die krijgen we. Die wordt waarschijnlijk wel 3%. Volgend jaar nog wel. Daarna wordt het minder. Dit punt. Kok zegt, bij groei boven de 2% gaat er geld naar de onderkant van de samenleving. Ja. Laat ik het zo maar even zeggen. U zegt, bij groei van 2%, ik heb ze opgeschreven, financieringstekort, lastenverlichting en structuurmaatregelen voor de economie. En dat is voor mij een hard punt. Ja. Was getekend Bolkestein. Ja. Hoe hard is dat punt? Hard. Hoe hard gaat u dat maken in het regeerakkoord? Hard. Is dat voor u... Betekent dat... Betekent dat dat een soort ononderhandelbaar strijdpunt is? Dat zijn de termen uit de kabinet Den Uyl overigens, waar u zo kwaad over was. Maar gaat u daar inderdaad een soort ononderhandelbaar strijdpunt van maken? Ja, nou dat doen wij niet. De Partij van de Arbeid heeft daar in die tijd een soort handelsmerk van gemaakt. Ja. Die zijn zwaar op de koffie gekomen. Ik ga dat niet nadoen. Maar het is inderdaad waar. Als de economische groei groter is dan 2%... En dat is die, dus u kunt zich nu voorbereiden. Ja, volgend jaar is die groter. Ja, volgend jaar is die 3. Dat zeggen de voorspellingen. Ik garandeer het u. Kan ik bij u mijn schade komen halen? Als het, ja? Nee, dat, maar als dat gebeurt, als het meer is dan 2%, dan vind ik dat we allereerst moeten werken aan dat verschrikkelijke schatkisttekort. Dat betekent dat de rentebetalingen vrijkomen en die kunnen we gebruiken voor de zorg, voor het onderwijs, voor het AOW-fonds. Ja. En dan hoeven we onze kinderen niet op te zadelen met schuld. Want uzelf en uw gezin heeft op dit ogenblik een staatsschuldaandeel van 78.000 gulden. Ik zal het u anders zeggen. Wij betalen iedere week als Nederland 600 miljoen gulden aan rente. Nou, hoort iets van een ander. Maar ik wilde er nog wat bij zeggen. Veroorzaakt door een kabinet waar de VVD in zat. Ja, maar en nu klappen ze niet meer. Nee, maar het is Van Acht Wiegel is natuurlijk de grote ramp geweest voor de Nederlandse samenleving. Toen is het schatkisttekort behoorlijk opgelopen. 5% opgelopen. Ja, en dat was een slechte zaak. En wij bloeden daarvoor samen. Wij zijn 30 jaar bezig om dat terug te brengen tot normale proporties. Heel klein puntje nog. Normen en waarden. Ik zou het vergeten en het hoort bij mij. Normen en waarden. U schrijft hoort ook bij mij trouwens. Het hoort bij u. Daarom vraag ik het u ook. In uw laatste boek, Boor in hart hout, dat boek is opgedragen aan Quirine. Ja, ja, precies. Mijn kleindochter. Schrijft u, het is voor liberalen heel moeilijk om met normen en waarden om te gaan. Want hoe verkondigt een liberaal nou zijn moraal? Hoe moet een liberaal anderen zover krijgen dat ze normen en waarden gaan aanleren? Het liberalisme verwijst slechts naar de staat. En kan maar een beroep doen op het openbaar onderwijs. Maar die staat is neutraal. Het is een uitdaging voor het liberalisme om een kader te scheppen waar normen en waarden een plek krijgen. Dat is ook mijn gevoel als ik u hoor over normen en waarden. Hij roept het wel, hij heeft er een paar, maar dat bezielend verband waarin normen en waarden binnen het liberalisme zouden moeten functioneren, dat mis ik bij u. Weet u waar die woorden bezielend verband vandaan komen? Nee, van u waarschijnlijk. Van mij. Ja, maar ik mis het. Ja, nou, dat is natuurlijk ook een groot probleem voor de huidige moderne westerse samenleving. Of voor het liberalisme. Want het christelijk geloof heeft het socialisme heeft het ook wel... Het socialisme bestaat niet meer. Nee, goed. Sociaaldemocratie. Ja. Socialisme bestaat niet meer. Laten we ons concentreren op liberalisme. Wat voor een bezielend verband kan het liberalisme de samenleving nou geven waarin de normen en waarden hun plek kunnen krijgen? In de eerste plaats moeten de ouders zorgen voor de overdracht van normen en waarden. Ja, en als ze het niet eerste doen? Plaats, en als ze het niet doen? Dan... Maar ik leg daar de nadruk op. Maar het gebeurt te weinig. Want opvoeding is een zaak van de ouders. Ja. Maar bij u staat dat ook eens in twee. De gordijnen. Dus... Punt 2. Ja? De ouders moeten worden ondersteund door de school. Mm-hmm. En op school moet de ouderwetse discipline terugkomen. Dat is ook goed voor de schoolresultaten. Ja? En dan... En in de derde plaats is de overheid. De overheid moet de wet handhaven. Soms, we hadden het net over marihuana, lukt dat niet of niet helemaal. Dan gaat u met uw normen en waarden verhandelen in Bolkestein. Je moet ook praktisch zijn en de overheid moet
de wetten handhaven, dan doet de overheid heel veel. En daarnaast heb je dan de overheid als moraliserende overheid die zegt, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Geniet, maar drink met mate. En al dat soort 51, postbus 51 spotjes. Ja. Maar de hoofdtaak van de overheid is het handhaven van de wetten. Scholen ondersteunen de ouders. De ouders moeten zorgen voor overdracht van normen en waarden. Wat zou ik graag met u nog verder discussiëren? Nee. Helemaal niet. Nee, u heeft zoveel applaus gescoord vandaag dat ik vond het mooi geweest hoor, nu. Ja. Ik niet. Ik wil nog even door met normen en waarden, maar goed, de tijd ontbreekt. Stel, meneer Bolkestein, tot slot van dit programma. Stel dat het politiek bedrijf een bedrijf was waar compromisloze keuzes gemaakt zouden moeten worden. Dus waar je niet kan schipperen. Die politiek ken ik niet. Nee, gaan we proberen. We leggen u een paar keuzes voor en willen kijken of u dan ook echt kunt kiezen. Dus of. Het zal niet makkelijk zijn. Eerst een hele makkelijke. Werken om te leven of leven om te werken? Ja, werken om te leven natuurlijk. Volkskrant of NRC? Volkskrant. Hey. Ja. Geen commentaar, Andries. Dat verbaast me. Lubbers of Kok? Kok. 1 in een cel of 2 in een cel? Liever 2 in een cel dan 1 op straat. En nu even een binnentikker. Markt of overheid? Allebei. Oh, valt mee. Hij kiest niet echt. Nee, maar dat zegt ook wat. Katja Schuurman of Treintje Oosterhuis? Oh, die is moeilijk hoor. Ja, dat toch maar liever Katja Schuurman. 900 miljoen gulden voor extra zorg of 900 miljoen gulden voor een tunnel onder een weiland? Nou, dat is makkelijk. Nee, want u gaat ermee akkoord. Waar kiest u voor? Ik kies natuurlijk voor de zorg. Ja. Allicht. Ja. En u accepteert? Ik moet wel. Ja, maar Jan, ga je discussie voortzetten. Chirac of Kool? Kool. De Bijbel of de Koran? De Bijbel. Kroes of Arveladze? Ze spelen niet in de trust en ze doen niet mee bij de Bach-solisten. Ik zou niet weten waar u het over hebt. Dat zegt genoeg. Groen of groei? Groen of groei? Ja, dat is moeilijk. Groene groei. Groene groei. Netanyahu of Arafat? Iedereen heeft een keus gemaakt tot op heden deze week, moet ik u zeggen. Ja. Met pijn in het hart, Netanyahu. Minister-president of fractievoorzitter van de VVD? Minister-president. Ja. Ontwikkelingshulp omhoog of omlaag? Omlaag tot de internationale afspraak is bereikt. Want dit doen nu meer. Tennissen of roeien? Tennissen. De avonden of de aanslag? De avonden. Heeft een grote rol in mijn jeugd gespeeld. Ja. Atheïst of agnost? Ja, agnost. Vrij Nederland of Libelle? Dat is een gewetensvraag. Dat zijn het allemaal. Ja, kom. Ja, nou dan toch. Toch de Libelle, maar. Ja. Toch nog maar Vrij Nederland. Dijkstal of Jorritsma? Oeh, dat doet pijn. Ik ben voor vrouwen in de politiek, kies dus Jorritsma. Schiphol stoppen of laten groeien? Laten groeien. Een avondje vrij, Mozart of René Vroeger? Mozart. Toch wel, ja. Dat was het. Het was het eind van de serie. Het was de laatste uitzending voor ons. En we hebben even geprobeerd om en te blazen en het meel in de mond te houden. En volgens mij is dat aardig gelukt. Ik heb ook heel veel mooie uitspraken van politici gehoord. U praat over roken als toebak. En mevrouw Borst had het steeds over politici. Politici, ja. Er komt een heel nieuw taalgebruik. Dat hebben we misschien toch wat een beetje geïnitieerd. En die hypotheekrente zit 30 jaar vast. Dat is toch wel aardig. Ik hoop dat ik zo oud word. Ja.